Jeffrey Aerts, verdiende deze wedstrijd een winnaar? Absoluut. Ik denk dat wij degene waren die hadden moeten winnen. De eerste helft ging gelijk op, maar de tweede helft zie je zeker dat wij het begin beter van het spel hadden en de grote kansen hadden. En ik denk de laatste 20 minuten dat weer gelijk opgaat, maar al met al zeg ik dat wij hadden moeten winnen. Ga je dan niet voorbij aan die open schotkansen die VVSB ook met name in de eindfase heeft gehad? Nee, daar ga ik niet in op. Nee. Als je ziet de tweede helft, een bal, een stiffie wat net overgaat, een scrimmage voor het goal. Vrije trappen die de keeper met geluk nog wegtikt of over hem heen gaat. En, nou ja, dan denk ik dat dat wel grotere kansen waren dan zo'n schotkans hier zo bij ons in de 16. Is dan de afwerking de sleutel tot niet winnen vandaag? Ja, ik denk het wel. Ja, ik zou niet anders weten wat. Ik denk dat het inderdaad is. Ja, ik kan er niks anders van maken. Want jullie hebben de eerste drie punten vorige week op zak. Het was daarvoor wat stroever. Hebben jullie een opstartje nodig gehad? Nou ja, stroever niet. Ik zat tegen Rijnsburg, sta je 2-0 voor hem met rust. En die verlies je met 3-2. Dus ja, tegen Linde sta je 3-1 voor en verlies je met 4-3. Dus ik denk niet dat het met opstartproblemen te maken had. Je was gewoon twee keer de eerste helft beter van het spel. En ja, de tweede helft geef je dan gewoon weg bij die wedstrijden. Nou ja, vorige week win je dan je eerste wedstrijd van het seizoen. En dan ga je met een goed gevoel ga je eigenlijk naar deze wedstrijd toe. En ik denk dat je gewoon goed begint. En nou ja, ik zeg het zonde van het resultaat. Als je de wedstrijd zo doorneemt, dan zijn er twee hoogtepunten. De goals uiteraard. De eerste behoeft geen uitleg. De gelijkmaker, die komt mede door jou tot stand. Ja, het was volgens mij een corner en die slaat af. En, nou ja, ik stond eigenlijk een beetje aan de zijkant en die bal komt naar mij toe. En ik zie Rami vrijstaan. En eigenlijk met een soort van half lopje speel ik naar hem toe. En nou ja, hij rond hem netjes af. Dus, maar de voorzet was ook niet mals? Nee, absoluut niet. Ik zeg maar, de voorzet, daar scoor je niet uit. En de afronding die was denk ik net zo mooi als de voorzet. Is dat de bescheidenheid van de verdediger? Nee, maar ja, ik kan wel zeggen het was een wereldbal. Maar als die er niet in gaat, heb je niks aan die wereldbal. Dus met name door Rami is het een hartstikke leuke bal. Maar wat ik zeg, als die er niet in gaat, dan hebben ze het niet over die bal. Welk gevoel overheerst na de eerste vier wedstrijden bij jou? Teleurstelling. Ik denk dat als je 12 punten had uit 4 wedstrijden, was het niet eens gek geweest. Dus ik zeg, nu heb je de 4. Dus ja, dat is een lichtelijke teleurstelling. Maar ja, je bent 4 wedstrijden onderweg en ik denk dat je nog, je mag je geen zorgen maken.